Goedendag. Hier in Antwerpen is er een kleine winkel met Afrikaanse kunst. Deze winkel is eigendom van David Norden. Ik ben in feite al bezig met Afrikaanse kunst sinds dat ik een kind was. Mijn moeder verzamelde Afrikaanse kunst. En ik heb intussen al meer dan 20 jaar ervaring met Afrikaanse kunst. In mijn winkel, ik koop geen dingen rechtstreeks van Afrika. Nee, ik zoek eerder dingen die uit privécollecties komen. Ik zal jullie nu een paar stukken tonen uit mijn winkel. Dit stuk is het logo van mijn winkel. Het is een pendé en de tiende boven de hut van de chef te plaatsen en diende als identificatieteken. Het stelt voor een beest die half mens en half dier is. Ik heb ook veel boeken. De boeken die ik heb, die verkoop ik niet. Die dienen voor mijn documentatie. Ik vind het belangrijk om boeken te hebben en te lezen, zodanig dat ik mijn stukken kan documenteren. Dit stuk is van de Hemba uit Congo. Het diende als een soort magische, met magie dat er binnenin stond. En het stuk is in feite vrij kostbaar en in feite vrij oud. Het heeft een hele mooie patine. En als ik van dichterbij is, dan kunnen jullie dat waarschijnlijk beter zien. Ik heb niet alleen maar Afrikaanse kunst. Soms vind ik ook dingen die mij aanspreken. Zoals hier zien jullie een Japanse pop. En hierachter een hoofd in hout van Sint Paulus uit de 17e eeuw. Hier op de voorgrond zien jullie een Ashanti popje. Die Ashanti popjes die dienen voor vrouwen die zwanger waren om mee te spelen en ze hielden het meestal gewoon op hun lichaam. Aan de achterkant zijn er altijd tekeningen die in feite een soort droom vertegenwoordigen en de persoonlijkheid van het kind aantonen. Dit stukje heb ik uit een privécollectie in Nederland gehad en is waarschijnlijk 19e eeuws. Hier zien we een ander stuk van de Chokwe. Dat ook diende om medicijnen in feite te mixen. Het komt van de Chokwe en het stelt voor een Chilunga Ilunga, dat is de chef. Hier op de achterkant zien jullie nog een paar andere stukken, waaronder een pendemasker, een lepeltje van de Ivoorkust, een danmasker uit Liberia en een orakelwijzer van Benin. Dan zien jullie hier een paar Ashanti-popjes. Er zijn een drieling, die Ashanti-popjes. Ze zijn met drieën. Wat vrij zeldzaam is, is dat ze ook hun oorspronkelijke manteltje hebben. Hier vanachter zien jullie een Bembe-stuk. Dat is in feite een stukje dat in feite aan beide kanten een masker voorstelt. En het stelt een leeuw voor. Veel voorwerpen zijn half mens, half dier. Zoals deze Kifebe-masker, dat ook een mooi oud exemplaar is en die uit de collectie komt van Nicolas de Cun. Die man die had in feite een hotel ergens in Kinshasa en die had vrij veel stukken verzameld waarvan verschillende van op veiling zijn terechtgekomen. Ik heb nu toevallig wel even dat masker laten vallen, die is van zijn sokkel geraakt. Dan hebben jullie hier een waaier in brons dat van de Yoruba komt en aan de voorkant nog een andere voorwerp in brons wat een pijp is. Deze pijp komt in feite van de Bamoun Bamileke en is in feite een vrij vroeg 19e eeuws ceremoniële pijp. Hij heeft een goede provenance. Hij komt uit de collectie Leopold. Die man die had een museum in Wenen en was vooral gekend voor zijn schilderijen van Egon Schiele. Dan zien we hier een Mumuye-masker en daarnaast zien we een vrij fraai masker van de Gelede, ook uit Nigeria, die aan de bovenkant van zijn hoed nog een pijpje heeft. Dus een beetje surrealistisch. En de binnenkant is in feite een soort doos waar men in feite van alles in zou kunnen zetten. Dan heb ik hierboven
twee 14e eeuwse vazen. Deze vazen komen van de Djinnis-stam. En hier van onder zien jullie twee 15e eeuwse kandelaren die in feite Duits zijn. Hier hebben we een nokhoofdje. En dat nokhoofdje is ongeveer 2000 jaar oud. Ik hoop dat jullie mijn presentatie heeft interessant gevonden en ik ga hiermee het afsluiten.